contact bij Streisand, omdat het moet in ieder geval raken. Dat is wat Streisand bij mij doet. Als ik naar haar luister, dan raakt ze mij. Streisand is, behalve zangeres, natuurlijk veel meer dan dat alleen. Ze is ook waanzinnige actrice, regisseur. En je hoort haar acteren in wat zij doet. Een stem is één ding, maar wat je met een stem doet is eigenlijk vertellen, overbrengen van een gevoel, iets wat je beleefd hebt. En als zij dat doet, zelfs in een ademhaling of in een pauze die ze neemt, dan blijf je gewoon dat verhaal horen en voelen. En daar is, ja, ik vind haar daar echt uniek in. Ik ken niemand die dat zo kan. Memories light the corners of my mind. Misty watercolored memories of the theatertour wordt een programma met de allermooiste stukken van Barbra Streisand. Dat is mijn allergrootste idool, ook de reden dat ik ben gaan zingen eigenlijk. Mijn eerste kennismaking met haar was het album Guilty. Toen was ik een jaar of 13, denk ik, 14. Nou, dat stond ik alleen maar mee te zingen voor de spiegel in een droomwereld van dit wil ik later ook gaan doen. Dus ja, voor mij is dit, na alles wat ik hiervoor gedaan heb, eigenlijk iets wat heel dicht bij mijn hart ligt en wat de kern is van waarom ik doe wat ik doe. En ja, haar allermooiste stukken, ook nieuwe stukken gaan we doen in die stijl en ook wat stukken van de vorige albums die daar tussen passen. En daarbij is het de bedoeling om ook ja, meer te vertellen over de inhoud, de teksten van de liedjes. Tell me, would we... ook uit in het najaar en dat is eigenlijk een verzameling van de allerbeste stukken uit het theaterprogramma. Stukken van haar grootste hits. Absoluut zeker weten The Way We Were. Ik moet het nog samenstellen, maar daarvan weet ik wel zeker dat hij erop komt. En ook een aantal nieuwe stukken in die stijl van haar. En dan qua productie echt in deze tijd. Dus niet zoals het klonk in de jaren 70, 80, de tijd van Guilty, dat mooie album. Dat was natuurlijk toch een heel speciaal soundje toen. Dat vertalen we dan naar nu, met de moderne productietechnieken. Dus het wordt allemaal wel een stuk verfrissender. En ja, het gaat natuurlijk anders klinken, omdat ik het zing sowieso natuurlijk. Maar wel de stukken die zo sterk zijn, die blijven zeker overeind. We simply choose to forget. Muziek is ja, dat je geraakt wordt, dat je erin getrokken wordt en dat je moet luisteren en ja, bij jezelf komt echt. Dat je gewoon even de rest van de wereld vergeet, mogelijke problemen, dingen, dat je echt opgaat in de muziek. En ja, dat aan het einde van de avond je ook met een gevoel weggaat van lekker.